Binnenkort wordt hier in Antwerpen de museumnacht georganiseerd. De nacht waarop heel veel musea in Antwerpen de deuren zullen openen, of dat vroeg in de nacht. De musea's doen dan ook heel veel moeite om allerlei activiteiten te organiseren. Een van die activiteiten is bijvoorbeeld de kopstukken. Elk museum heeft één kopstuk gekozen, zo is dat dan genoemd, dat zij interessant vinden binnen de stad. Dus het is iets buiten hun museum dat meestal wel een link heeft met het museum in kwestie. En dan gaat het over kunstwerken van bijvoorbeeld Eugène van Mieghem of die vier koppen aan het Museum van Schone Kunsten. Tijdens Museumnacht gaan wij twee speciale fietstochten organiseren langs die kopstukken. Dus wij vertrekken op de vrijdagmarkt om 6 uur en om 7 uur. En dan kan je aansluiten bij een groep. En dan vertrekken wij langs al die kopstukken, proberen wij overal een uitleg te geven over wat die kopstukken juist inhouden. En tegelijkertijd proberen wij dan het verhaal van Antwerpen ook nog op een speciale manier te vertellen. Die hoofden uit het Museum van Schone Kunsten zijn een heel mooi voorbeeld van zo'n kopstuk waar je normaal gezien voorbij zou passeren. En het interessante daarvan is dat 3 van die beelden gemaakt zouden zijn door Rodin. Iets wat vrij veel Antwerpenaren van ergens wel weten. Maar het exacte verhaal daarvan, of daarover, vertellen we uiteraard wel met plezier tijdens onze fietsroute. Wel, Museumnacht is interessant voor iedereen die in Antwerpen wel eens passeert. Zowel voor cultuurliefhebbers als mensen die normaal gezien nooit echt in een museum komen. Er wordt zelfs speciaal aan de kinderen gedacht, want er worden workshops georganiseerd in de vooravond in toch wel een aantal deelnemende musea. Het is iets dat maar 1 keer per jaar terugkomt in Antwerpen natuurlijk. En dat is wel iets waar ik zelf toch wel jaarlijks naar uitkijk. Tijdens de museumnacht op zaterdag 1 augustus openen 21 Antwerpse musea hun deuren van 19 uur tot 1 uur 's nachts. Er is ook een uitgebreid programma voor kinderen tijdens de vooravond. Alle info vindt u op museumnacht.be.